Gisteren in Lang Leven de Liefde. Xavier probeert Jamie heel voorzichtig naar zich toe te trekken. Vind jij het goed als ik jou een knuffel geef? Ik wil zien wat er gebeurt. Maar je bent ook groter dan mij. Ah. Ja. Dat is lekker. Bij Co en Suzanne lijkt het liefde op het eerste gezicht. Ja, blij. Ik ben blij. Ja, ik ook. Ik ook. En het zijn niet alleen de vlinders die fladderen. Oké. Voel maar gewoon. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is fijn. Co en Suzanne hebben een geweldige klik en lijken gewoon voor elkaar gemaakt. Al verwoorden ze die emotie zelf vele, nou ja, hoe zeg je dat, gevoeliger. Ik vind wel al, als ik het zo mag voelen, want ik voel heel veel, zeg maar, ja. Dan voelt het al wel goed. Ja, fijn om dat te horen, ja. Te ja, dat is echt fijn. Dat is... Ja. Ja. Maar het is ook, ja... Nou ja, ik noem gewoon wat dingen. Ja. En dan misschien dat jij er iets in vindt of zo, wat het is. Mm-hmm. Maar ik zit bijvoorbeeld al 4 jaar niet meer op Tinder. Ik heb na de scheiding heb ik kortstondig erop gezeten, een jaartje. Maar het is niks voor mij. Zeg maar wat vroeger een huwelijk gebeurde, gebeurt nu in een tijdspanne van een maand of 3 maanden. En dan is het klaar. En, dat is eigenlijk de reden dat ik gewoon heel lang niet gedate heb. Wauw. Ja. Wat mooi om te horen. En jij? Ik wil rust en ik wil iemand die ook op mijn eigen bewustzijnsniveau eigenlijk functioneert. En ook ergens snapt waar het om draait. In die zin waar je je mee bezighoudt en wat je voelt. Maar dit is wel echt in de kern. Ja. Dat moeite doen. Ja. Kijk, ik ben iemand van... Ik behandel een vrouw echt wel als een prinses. Een vrouw van mijn eigen leeftijd vind ik heel erg sexy. Ja? Ja, dat vind ik heel sexy. Nou, je weet wat je wil, wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt. Mm-hmm. En ergens durf je zuiverder op gevoel af te gaan. Bijvoorbeeld met het dansen net. Ik voel daar wel wat bij. Ik bedoel, ik ben gewoon een man. Ik had niet gedacht dat ik dat zo snel zou voelen. Echt waar? Ja. Hoe oud ben je? 46. Ja, ik ook. Zijn ook 46? Ja. Er zijn hier heel veel raakvlakken. Ja. Dat is niet normaal. Ik heb wel... Kijk, dat is wel een ding. Dan wil ik gewoon eerlijk tegen je zijn. Mm. Kijk, ik rook, maar dat is niet iets wat ik altijd doe. En na de scheiding is het af en aan geweest. En als ik nou zeg van, nou, dat is echt een no-go. Nou ja, dan zou ik zeggen van, oké, maar dan kap ik er gelijk mee. Ja. Oké. Ah, jeetje. Nou, misschien krijg ik je er wel van af. Wat een fijn idee, Eko. Geen verslaving, maar een vrouw. Dat zou toch geweldig zijn. Xavier en Jamie hebben ook allebei kriebels in de onderbuik. Maar dat is gewoon honger. Jamie zoekt eigenlijk een vent die haar achter het fornuis zet. Maar Xavier wil dolgraag indruk op haar maken met zijn specialiteit. Ja, bedankt voor het eten. Graag gedaan. Ik vind het wel lekker. Mm-hmm. Ja. Ik vind het erg lekker, Co. Ik ook. Mm-hmm. Ja. Oh ja. Er is trouwens hier iets in deze ruimte. Wat ik zelf heb gemaakt. Dat heb ik hier neergezet. Jij mag zeggen wat. Ik was geneigd om te zeggen dat schilderij, maar dat kan van iemand anders zijn. Is dat schilderij het? Oh, grappig. Ik kan wel even bijpakken. Oh ja, chips. Even kijken. Maar dat maakt niet uit. Oh, je hebt vieze handen. Nee, ik had hier achter het pakje verstopt. Ik heb maar echt geen seconde aan gedacht, een pakje, grappig genoeg. Heel goed. Heel apart. Ja, nee, dit is eigenlijk dat graslandschap, zeg maar. Mooi. Leuk, hè? Ja, en deze blijft gewoon... deze verveelt mij niet. Die blijft goed. Kom op, Co. Blijf je er een beetje bij?
De buren hebben hun buik inmiddels vol, maar niet van elkaar. Er begint iets van een klein vonkje te sprankelen tussen Xavier en Jamie. Dus de boel mag wel even iets pittiger. Wat zou je doen als ik je een kus zou geven? Waarschijnlijk terugkussen. Niet meer ik zou heel blij worden ervan. Oh. Nou, dat is een goed antwoord. Nou, eigenlijk moest ik al een half uur naar de wc, maar ik durf het niet te zeggen. Dat is mijn belangrijke beslissing. Ga maar snel, dat wacht ik wel even. Oké, tot hier. Ben je zelfverzekerd tussen de lakens? Oh. Nou, ik ben dus macht. Maar ik heb wel ervaring. Ik weet niet. Ja, ik weet niet. Dus het is wel dat ik ervaring heb. Ik zal het gewoon eerlijk zeggen. Oh, fijn. Ik ben geen maagd. Maar het is niet alsof ik heel veel ervaring heb tussen de lakens. Mm. Dus ik ben er niet zelfverzekerd over. En in het algemeen ben ik ook niet een zelfverzekerd persoon. Mm. Ja, dat dus. Ik heb nicotinekaasjes besteld. Echt waar? Ja. Toont wel karakter. Je kunt het, jongen. Oh. Na dit gaat je nieuwe leven beginnen. Zo, daar ga je. Oh, moeten we ons eentje bewaren voor... Nee. Ja, goed zo. Oké. Okay. Oh, wauw. Het is wel even een emotioneel moment, hè? Ja, jongen. Dit was het. Je laatste sigaret. Kom maar hier. Oh, je ruikt wel lekker. Heb je als mannen gehad die rookte? Ja, nou, de laatste die rookte... Nooit toen meer. Toen zei ik, nou, nooit meer. Dit is wel klaar. Wauw, ben ik net op tijd dus. Ja. Holy shit. Mm. Nou, stel je voor, 10 jaar later, hoe zie je je dan? Het lijkt me wel leuk om uiteindelijk kinderen te hebben. Oh, ja. Daar heb ik ook vroeger ook altijd over nagedacht. Ik had zelfs ook namen bedacht. Oh. Voor een meisje zat ik te denken aan Cassandra. Voor een jongen vind ik Raphael. Mooie naam. Ja, hetgene wat er zeg maar in mijn hoofd afspeelt... is dat ik in de ochtend haast heb om naar werk te gaan... met een stuk brood in mijn handen. Mijn vrouw erbij die met liefde afscheid van mij neemt... omdat ik naar werk ga. Wat doet zij daar dan thuis? Zij is dan de huisvrouw op dat moment. En heb je er zelf over nagedacht? Ja, ik heb al vanaf mijn 16e al dat ik eigenlijk al een vriend wilde... en dat het niet echt lukte. I offer myself as tribute. Oké, daar was je. Jij hebt een dikke wang van heel dat lachen. Nou, dat valt mee. Valt heel erg mee. Oké. Okay. Ja, wel, je hebt wel een leuke lach. Oké. Okay. Ja. Ik vind het heel goed van je. Echt waar. Het is echt de afgelopen 2-3 weken dat ik weer een pakje per dag rook. Ja? Maar vaak als ik het heel druk heb, ook soms met positieve drukte, dan... Dus eigenlijk zeg je, als je het druk hebt, dan begin je gewoon weer. Ja. Dat is wel jammer. Nou voel ik een beetje alsof het hier stank voor dank is geweest. Nee, maar ik bedoel, in alle opzichten is het slecht. Roken. Ja, maar hoor je wat ik zeg? Slank bedankt. Uh-huh. Waar kan ik jou mee helpen? Als je het zou willen of zo. Nou verander je van het onderwerp. Ja. Kus. Nee. Je slaapt ook op de bank vanavond. Oh nee. Bij deze een uitgemaakte zaak. Nee. Oh nee. Oké. Okay. Prima. Fair enough. Ja. Dat zat er wel in, dacht ik al. Leven is hard. Heb je al over nagedacht over bed? Als jij dat niet erg vindt, dan vind ik het... Zou ik het fijner vinden om in het bed zelf ook te slapen? Bij mij is het zo, mij maakt het allemaal niet uit. Oh, nou, lekker makkelijk. Dan gaan we gewoon al bij in het bed.
Top, hè? Dat weet je. Ja, ik vind je ook leuk. Helemaal goed. Doei, doeg. Ciao. Ik was cheesy, maar ik heb eigenlijk gewoon serieus over ons gedroomd. Ja, dat is wel leuk. Wel een leuke droom, hoop ik. Ja. Voor Co is dit zijn eerste ochtend met Suzanne, maar zonder sigaret. Stoppen met roken tijdens je date voelt als vragen om problemen. Maar goed, een vrouw met wie je over al je gevoelens kunt praten, is ook heel wat waard. Hoe is het? Kijk, ik hou gewoon van een complete vrouw. Met alles erop en eraan en toestanden en... Maar wat doe je daar dan voor als je een complete vrouw voor je hebt? Daar doe ik alles voor, ja. En hoe weet je of je een complete vrouw voor je hebt? Ik weet niet. Kijk, ik heb me heel veel opzicht echt een sukkel gevoeld. Mm-hmm. Want ik weet nog wel, op een gegeven moment, na de scheiding, ben ik op Tinder gegaan. Nou, dan heb ik echt al half Tinder opgeschoond. Je hebt echt Tinder opgeschoond? Wat zei je? Nou, ja, nee, maar... Okay, maar het is ergens een instinct. Nee, maar wacht even. Stop. Wat nou, waarom ga je een relatie aan als je toch wil lopen kloten? Ja, dat is, weet ik niet. Wat doe je dan diegene aan die het wel serieus bedoelt? Dat is toch gemeen? Dat is gewoon echt smerig. Want ja, je speelt zeker met iemands hart. Ja. Ik ga eigenlijk altijd uit dat iemands intenties gewoon goed zijn. Gewoon zoals mijn eigen intenties zijn. Hm. Ja, en daar moet ik dan maar weer opnieuw iedere keer vertrouwen in zien te krijgen. En dat vind ik best wel een dingetje. Daar zit bij mij echt wel een beetje een gevoelig punt. Ja, een beetje, best wel behoorlijk. Ja. Ja. Ik heb iemand gewoon nodig die gewoon echt lief is voor mij. En die eigenlijk gewoon hetzelfde erin staat als ik. Hmm. Ik heb gewoon meegemaakt verschillende keren dat de man, ondanks dat het allemaal goed was en leuk en gezellig. En... Koffie halen even? Nee, ik ben nou even aan het praten. Ja, oké, ik luister. Dat hij uiteindelijk gewoon alsnog vreemd ging. En het ging maar door gewoon. Het ging gewoon maar door. Maar hoe lang was het geleden? Nou, dat was vorig jaar. Nee. Ja. En het jaar daarvoor ook. Ik heb 2 keer exact hetzelfde meegemaakt. Achter elkaar. Hm. Maar die kerels, die zijn gewoon niet oké. Ik ga gaan koffie maken, ja? De praatsessie is de therapeutische sessie. Ja. Heb je nog gepakt? Mijn set Stoffelsteen allemaal. Want ja, we zijn natuurlijk al iets meer dan 24 uur samen. Ja. En dan gaan we dus het beslissing maken van of we nog een 24 uur willen of niet. Oh. En ik wou er mijn eigen draai aan geven. Oh, oké. Dus rood is ja en blauw is nee. Nee, niet zo. Wat ik zou willen doen is, we pakken allebei een 20-zijdige dobbelsteen. En dan gaan we allebei gooien. Oh, ja. Degene met het hoogste nummer van de twee mag kiezen wie als eerste dus zegt of die een verlenging wilt. Ook om te zeggen van waarom je het een verlenging zou willen. Oké, ja. I'm ready. Ben je er klaar voor? Ja. Yeah. Gaan we tegelijk gooien? Oh, dan kunnen we tegen elkaar aankomen. Oké, 3, 2, 1. Oh, je hebt een 10, ik heb een 6. Oké. Okay. Oh, dat is flauw. Jij mag het eerst zeggen. Nou ja,
Ja, ik moet toegeven, de laatste 24 uur heb ik heel erg genoten. Het is heel erg leuk geweest. Ik vind het heel erg leuk om jou te leren kennen en alles. En nou ja, maar ik wil je natuurlijk wel nog beter leren kennen. Dus voor mij is het in ieder geval een ja op de verlenging. Ik wil nog 24 uur proberen. Ik krijg mij heel hard van wel. En een grote reden ook ervan, zeg maar, hetgeen wat ik leuk aan je vind, is dat je zo lief bent, zo schattig bent. En ja, met heel veel interesses komen, zeg maar wel, hebben dezelfde raakvlaktes. Het gaat allemaal de goede richting op. Ja. Ja, ik zou het ook verlengen, omdat, ja, in het begin vond ik heel erg van, dit jongen past niet bij mij, wie hebben ze nou uit mij gezet? Maar ik voel steeds toch wel meer trekkingskracht of zo. En het klikt gewoon goed, vind ik. Het, ja, we moeten nog wel een paar dingen ontdekken en zo, maar als ik me zo zie, dan, ja, is het leuk. Ja, ja. Leuk. Dan ben ik heel erg met je eens. Spannend. Ja, ik heb al heel de tijd al dat ik een soort van serenade of zo voor jou moet zingen. Maar dat is wel heel romantisch. Ja, dus ik heb zo'n imago in mijn hoofd van als jij die serenade gaat doen, dat ik me dan net een prinsesje voel. En nee, ik doe geen prinsessenjurk aan. Jammer. Susanne dacht heel even dat ze haar prins op het witte paard gevonden had. Maar misschien is het toch weer een hitsige hengst. En Susanne hebben een heel goed gevoel overgehouden aan hun eerste 24 uur. Maar Susanne heeft ontdekt dat die leuke, knappe Co ook half Tinder heeft uitgespeeld als vrijgezel. En dat soort type man probeert ze nu juist te vermijden. Als ik nou kijk, zeg maar, naar deze 24 uur, bijna zit het er nu op, hè? Ja. Nou, ik denk, we hebben echt wel heel erg veel gesprekken gehad. Mijn hoofd zat echt vol gisteravond toen ik ging slapen. Mm. Ik probeerde nog wel even wat tot rust te krijgen en dat ging ook wel een stukje. Maar ik merk wel, er is wel een klik tussen ons. Jawel, en zeker. Als ik gewoon naar jou kijk als type, zeg maar, dan ben je wel een type waar ik op zou kunnen vallen. Oké, okay, cool. Ja. Mooi. Ja. Ja, en maar ik merk wel dat ik het wel een kans wil geven om gewoon dit avontuur verder aan te gaan met jou. Ja. Maar hoe sta jij er dan in? Ja, goed. Of vind je dat spannend? Ik vind dat spannend. Ik ben natuurlijk gestopt met roken en slapen op de bank. Maar toch prima. Ja, prima is niet genoeg voor mij. Nee, maar ik wil het heel graag. Je weet zelf ook. Maar wat wil je heel graag dan? Ik wil heel graag nog eens 24 uur proberen. Ik zie wel potentie. Ja. Kijk, waarin dan? Kijk, het gevoel is er. Mm. En het is heel mooi als je weet dat het gevoel oké is, dan kan je de volgende stap kan je ook rationeel iets doen samen. Als ik op een bank slaap, dan voel ik me daar niet happy van. Ik vind je echt super top. Anders deed ik dat niet. En Wat deed je niet? Op de bank slapen? Nou, je hebt alles. Weet je wel? En stop met roken, en op de bank slapen. En dat zijn dingen van, kijk. Waarschijnlijk slaap ik daar vannacht weer, maar dat is gewoon. Maar ik bedoel alleen maar, zie dat wel als effort van mijn kant. Weet je, als ik bereid ben daar te slapen. Dat zie ik. Dat zie ik wel, Co. Dat zie ik serieus wel. Dat is ook wel goed dat je dat aangeeft. Ja, gaan we nog een keer 24 uur doen dan. Ja? Ja. Oké. Okay. Doen we. Heb je geheime fantasieën?
Geheime fantasieën. Ik zal het gewoon maar zeggen. Ja? Ik denk het beste antwoord zou zijn door wat meer met fysiek contact bezig te zijn. Mm. Vooral gisteren toen we in bed lagen van ik had het liefst eigenlijk een beetje al geknuffeld. Oké, deze is raar. Streel over mijn handen en vertel wat je voelt. Nou. Het is echt zacht eigenlijk. Heb je handcreme? Ik voel een zachte hand. De Vragenpot is een veilige manier om, zonder dat je er zelf mee komt, samen dit soort intieme momentjes te beleven. Maar goed, Co is natuurlijk ervaren genoeg om die zelf te creëren. Met je mooie borsten en... Dat weet je helemaal niet. Ik zou jou echt in een hotelletje willen zitten, hoor. Ja? Ja. Met mij? Ja. Durf je dat? Ja, zeker durf ik dat. Echt waar? Maar durf jij met mij in een hotelletje? Dat is de vraag. Ja, dat is even de vraag. Ja. Nou, ik weet het nog niet. Ik durf dat nog niet te zeggen. Ik vind je ook leuk en het is spannend. Jij bent wel een spannende vrouw. Is dat zo? Ja. Mm-hmm. Ik voel dat wel bij jou. Waardoor is het gestopt eigenlijk, tussen jou en de moeder van je kinderen? Uit elkaar gegroeid. Ja? Ja. We hebben twee fantastische dochters. Mm-hmm. En dat maakt dat ik het, dat het echt het waard was. Omdat mijn dochters zijn gewoon 100% perfect. Wow. Ik ben nooit zo gelukkig geweest als na de geboorte van mijn oudste dochter. Weet je dat? Dat was echt wel een ding. Maar echt nooit. Dat is het mooiste dat ik ooit mee heb gemaakt. Maar het doet ook pijn, weet je wel, dat ik ze heb laten gaan. Mm-hmm. Dat is wel erg. Weet je, ik kwam iedere ochtend beneden en ik zag mijn dochters zitten, maar ze waren niet. Dat is wel echt een ding. Mm. Nou, weet je, dit raakt mij ook echt serieus. Want als ik dit zo hoor en als ik zie hoe jij nu over jouw kinderen praat, dan voel ik bij mezelf, zeg maar, het gemis wat jij nu hier hebt met jouw kinderen, wat ik niet heb. Ja, maar mijn kinderen zijn, ja, zijn mij, ja, eigenlijk. Dat zie ik, ja. Dat zeg ik ook wel eens tegen ze, weet je, als ik er niet ben. Dan, ik ben jullie. Ik zit ook in jullie, weet je wel. Ah, mooi. Ja, zeker. Nee. Ja, ik vind het wel super mooi, Co. Ik vind het ook wel super mooi. Dat vind ik wel. Lief. Ja. De passie is weer helemaal terug nu Co zijn gevoelige kant heeft laten zien. De buren bouwen de spanning liever verder op met een spelletje doen, durven of waarheid. Ja, het ding is om een voorwerp te vinden dat symbool staat voor je gedachten. En ik zeg, oké. 3, 2, 1, Co. Ja, ik weet het. Ik heb hem. Als ik ons zie als een relatie, zie ik ons zo. Nog niet echt aangestoken. Mm-hmm. Dit is een kaars die is halfway there. En ik vind dat wij nog een beetje hier zitten. Ja. Dus daarom vind ik dit pas bij onze relatie. Inderdaad, ik kan het wel begrijpen. Gewoon een nog niet aangestoken kaars. Zo van, de mogelijkheid is er wel, maar er is nog niks officieels, zeg maar. Ja, precies. Xavier, op welke plek in je woning heb je liefst seks? Oké, dat is apart. Bijvoorbeeld seks op balkon hebben. Oh, god. Volgende. Misschien een keertje iets om uit te proberen. Of niet. Kwetsbare Co heeft na die lekkere knuffelsessie in bed alleen nog maar aandacht voor zijn telefoon. Leuk. Een hele goede vriendin van de middelbare school, Woosje, die vroeg aan mij van... Is ze Nederlands? Ik zeg ja, als Edammer kaas. Is dat dan ook een ex van jou? Woosje? Huh? Nee. Woosje is geen ex van mij. Nee, ze zijn niet allemaal exen. Oh. Woosje is een vriendin van de middelbare school. En maar nee, ik heb haar zelfs nog nooit gezoend.
Weet je dat beeld, zeg maar, hoe mensen non-verbaal... kun je heel vaak iets aflezen aan mensen. Oh? Mm-hmm. Als iemand zo doet. Wat en wat zijn mijn dingen dan? Wat is mijn... Nou, ik zag je net zo doen, terwijl je met haar aan het appen was. Dus dat zag ik. Oké, maar dat doe ik zo vaak. Mm-hmm. Nee, dat viel me op. Ik ga ervan uit dat je intentie en dat het oké is en dat je verantwoording neemt. Waar we het eigenlijk eerder over hebben gehad. Ja. Hoi. Hoi, met mij. Ja, hoe is het? Ja, er gebeurt zoveel. Dat is echt ongelooflijk. Maar ook, je wordt echt wel... Tenminste, ik merk gewoon nu dat ik ook echt wel getriggerd word in van alles en nog wat. Ja? Ja, door hem. Het ene moment is het dan ineens dat je denkt... Oh, wauw, fantastisch. Dit gaat de goede kant op. En dan gebeurt er weer iets. En dan denk ik, wacht even, maar dit vind ik niet leuk. Dan is hij een vriendin aan het appen. Nou ja, ik zag hem dus heel duidelijk als zijn neus zit... terwijl hij dus met die dame aan het appen was. Wat betekent dat? Als je neus kromt, nou, dat het uiteindelijk... misschien dat daar wel iets speelt. Of dat het niet helemaal zuiver is, in ieder geval, zeg maar. Dat het niet volledig zuiver is. Oké. Ja. Blijf bij jezelf en verlies je hart nog niet helemaal aan hem. Nou, maar heb je niks te verliezen. Ja, super. Dank je wel, hè. Nou, geniet ervan. Joe, dank je wel. Doei, doeg. Hey. Vertel eens over je ex van 5,5 maand geleden. Ik wil dat je er meer over vertelt. Want ik denk dat jij met heel veel projectie zit. Ik voel gewoon bij jou heel veel... en het komt misschien door je ex of zo. Heel veel wantrouwen. Ja, maar vind je het gek? Nee, ik vind het niet gek. Nee. Ik vind het niet gek. Alleen ja, ik voel me daar op de een of andere manier slecht door. Van alsof ik dingen doe die niet zouden mogen of wat dan ook. En dat is niet zo, zeg maar. Nou, misschien is het gewoon een uitnodiging om na te denken over hoe je erin wil gaan staan nu. Ja. Het is zeker niet de bedoeling om je slecht te laten voelen. Maar ik geef gewoon alleen maar aan waar ik voor sta. Soms voel ik me het gewoon in een hoek gedrukt waar ik niet hoor. Waar ik niet zit, weet je wel, snap je? Ik begrijp jou heel goed, maar ik voel het heel niet, machteloos. Het is, ik ben hier om uit te zoeken of ik er vertrouwen in zou kunnen krijgen, zeg maar. En vertrouwen is een dingetje. Ko vindt zijn date Suzanne een spannende, sexy vrouw... die hij dolgraag op alle mogelijke manieren willen... leren kennen. Maar Suzanne is er niet van overtuigd dat hij genoegen kan nemen met maar één vrouw. Ik heb even geen seconde aan mezelf getwijfeld of mijn trouw of mijn wat dan ook. Mm-hmm. Tot nu. Ja, ik... Soms moet je, kijk, bij dit punt, soms moet je iemand gewoon vertrouwen geven. Dus ja, weet je, geef mij ook wat credit. Maar dan denk ik, ik heb dingen verteld. Ik hoop dan dat degene aan wie ik het vertel, dat hij dat dan hoort. Mm. Maar ik heb nu een paar keer al gemerkt dat ik me niet gehoord voel. Waarin? Verschillende dingen, zeg maar. Ja. Je hoort het eigenlijk niet, maar je gaat gewoon door met je eigen gedachten op dat moment. En dan denk ik, waar hoor je mij? Maar je moet uitkijken dat het niet te belerend wordt. Ja, dat snap ik, ja. En want dat is echt wel een ding. Ik ben zelf ook 46. Maar ja, weet je, ik ben wel iemand waar je wat aan hebt. Ze willen het anders gewoon eens even laten bezinken allemaal. Gewoon even relax. Zo even lekker. Ja, even niet meer praten misschien. Is dat goed? Ja, is goed. Ik denk dat ook wel helpt voor ons allebei. Ja. Kom, geef elkaar een knuffel. Ja. Huh? Ja. Jezus. En wat een avontuur is dit, hè? Ja. God.
Co heeft nog heel wat werk te verzetten. De onzekere Jamie lijkt juist helemaal op te bloeien door het vertrouwen dat Xavier haar geeft. Ze durft het niet alleen aan om nog langer met Xavier verder te daten. Ze wil zelfs een serenade voor hem zingen. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, to find somebody, I'll find somebody. Oh, dat was zo eng. Oh, dat was prachtig. Kom hier. Ik heb het gevoel dat ik nog sommige foutjes uit. Ik vond het echt mooi gezongen. Xavier is fan. Jamie staat bij deze met stip op nummer 1. Co en Suzanne hebben voor de verandering eens een tijdje helemaal niets gezegd. Al dat praten heeft vooral stress opgeleverd. En het gaat toch in je lijf zitten, hè? Kijk, ik ben zelf wel nog zenuwachtig van. Word je er zenuwachtig van? Nee, als ik de arm om je heen sla? Nee. En een kus geef? Nee, nou valt aan mij. Moet ik een mesje pakken? Ja. Oh, ik heb hier wel een mes. Hey, het is wel zo. Hey, oh, dit is hard bij jou. Je moet echt gemasseerd worden. Ik kan misschien later. Wel stress hier in huis. Ja, nee, maar dit is echt. Nee, maar hallo. Je hebt echt wel. Je lichaam vertelt de waarheid. Oh god. Ik kan bijna je gedachten lezen als ik dit voel. Ah! Ja, zie je het erg? Dit is helemaal hard, joh. Ja. Je wordt gelijk zacht. Oh, dat is wel lekker, ja. Hey, als jij, omdat je haar zo vaak was, mag gewoon olie van mij gebruiken. Ik heb van die haarolie, die is heel fijn. Ja? Ja. Die heb je haarolie? Ja, gebruik je dat ook? Nee. Ik kan hem anders even pakken. Wil jij dat in mijn haar doen dan? Ja, wil ik dat doen. Kan ik dat? Ja, dat wil ik dat doen. Je hebt echt super mooi haar gewoon. Je hebt echt heel mooi haar. Zo. Je hebt geen den haar hoor, trouwens. Ken je dat niet? Nee. Leuk. Dankjewel. Zal ik er wel eens wat satéetjes op de dingen gooien? Ja, is goed. Truth or dare? Dare. Geef me een kus op mijn wang. Oh mijn god. Ik had ook een andere. Nee. Een kus op mijn wang. Ik vind dat ik het makkelijk genoeg heb gemaakt. Het is beter dan een zoen in ieder geval. Als je wilt, sta ik op voor jou om naar jou toe te lopen. Is goed. Ja, dat heb ik er wel voor over. Ah, dat is wel lief. Oké. Als je gevoelens begint te krijgen voor mij, drink de helft van je glas op. Ik zal het nog beter doen. Ik drink heel veel glas op. Ja. Er gebeuren hier wel dingen die gewoon best een beetje spannend zijn eigenlijk. Tussen ons. Vind ik ook wel. En die echt wel iedere keer vragen opnieuw oproepen bij elkaar. En dan denk ik, oké, ik kan de handdoek in de ring gooien. Maar heb je dat wel gedacht, dat ik wil de handdoek in de ring gooien? Nou, ik vond het vanmiddag even lastig. Toen ik zo zat, toen had je zoiets van, Ik werd gewoon even getriggerd. Want via de app kun je ook vreemd gaan, zeg maar. Nou, ben ik met je eens, ja.
Maar wacht even, want ik probeer je nu te vertellen waarom ik dat zo voelde. Dus, en vervolgens zat je zo, en ik kan een beetje beeldtaal, daar heb ik ooit een keer een workshopje in gevolgd. En toen dacht ik, wacht eventjes, zuiver is dit? En wat spreekt nou, ja, in hoeverre spreek je jezelf tegen? En in hoeverre meen je wat je eigenlijk zegt als ik iets aangeef? Ja, maar ik denk echt wel, en dat wil ik echt, Suzanne, seriously, weet je, ik vind je echt te gek, weet je, maar probeer dat ook bij jezelf te zoeken, weet je. Want sommige mannen, het zijn gewoon decent. Tuurlijk, als een vrouw leuk is, dan zou ik er wel mee naar bed willen, maar ik ben niet continu op zoek, anders zat ik hier niet. Nee, maar ik wil gewoon delen met je wat mij triggerde. Maar het zit wel oud zeer bij jou wat dat veroorzaakt. Het is wel, ja, gek ook het niet. Het valt dan op. En dan ga ik mezelf die vraag stellen van, handelt iemand naar wat hij zegt? Ja. Heel eerlijk gezegd, denk ik van, als dit zo begint, dan is het einde zoek. Het geeft mij een heel slecht gevoel. Echt een slecht gevoel. Ik ben eigenlijk de hele tijd bezig geweest van, wat was er dan? Wat heb ik gezegd? Wat heb ik gedaan? Maar vind je het vreemd dat ik dat aangeef? Ik ben gewoon verbaasd. Dan gooi je het nu eigenlijk terug naar mij, terwijl je... Nee, het is ik gooi het niet terug. Zo tegenstrijdig iedere keer. Nee, maar dit is... Kijk, ik gooi het niet terug naar jou. Wat wil je nou eigenlijk? Wil je de dingen een kans geven en wil je ervoor gaan, maar dan ook gewoon het pure, gewoon het goede proberen? Of wil je van alles nog ernaast en wil je alles nog aan en weet ik veel wat je allemaal wil? Nee, natuurlijk niet. Maar ik snap het niet bij jou. Het is heel simpel. En dat is ook niet te peilen dan. Misschien gaat het allemaal te snel of zo. Of misschien... Ja, maar kijk, weet je, we hebben nog geen historie of wat dan ook. En ik voel echt dat ik me gewoon... Ja. Als ik in deze fase mezelf moet verdedigen... Mm-hmm. En dan doe ik dat. En dat kan ik ook. Maar ik wil het niet vaak doen. Nee. Ik ben eerlijk geweest over mijn social circle. Mm-hmm. Ik heb het niet gewoon bij de mensen die ik ken en die ik niet ken. Dat waardeer ik echt. En wat het ook is, zeg maar... En nu ga je wel komen, met ex of niet. Ja. Maar mijn vrienden zijn mijn vrienden. Begrijp je? Dat snap ik. Find some way around it. Want mijn vrienden laat ik niet stikken. En ik negeer... Dat ik vind, jou zo leuk dat ik heel veel red flags gewoon compleet negeer bij jou. Ja. En dat is een groot compliment. Maar ik heb echt te veel red flags gezien, weet je. Iedere vrouw had ik al gezegd van, nou, it's too much. Dat meen ik. Of het nou van die ex van 5,5 maand geleden is... of je chronische wantrouwen of vreemd gaan. Het is ten dode opgeschreven. Weet je, geef mij vertrouwen. Loyaliteit en trouw zijn dingen die groeien ook. Maar dit is too soon. En dan denk ik echt van, maar kom nou. Het voelt alsof we elkaar heel lang kennen en er iets is gebeurd of wat dan ook, weet je wel. Ik wou het eigenlijk vanavond laat pas zeggen, maar ik zeg het nu al. Ik ga vannacht op de bank slapen. Gewoon, ik doe het hartstikke leuk. Zo geef ik de kans. Dat lijkt me wel goed. Tweede keer, ik heb 2 jokers. Dat zijn 2 nachten op de bank. Dus morgen kappen we er gewoon mee. We gaan er gewoon uit, snap je? We kappen er gewoon mee. Morgen. Co blijft maar stuntelen in de slaapkamer. Ik wil dat je aan zou kijken als ik singletje heb. Wat? Weet je wat voor types ik altijd heb gehad? Types zoals jij, die alleen maar over seks gingen. En ik verdien ook dat er rekening met mij wordt gehouden. Hoi, jou alleen maar mij zegt. Mij.